Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag, de 28e september alweer. Dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Een woning in Zoutelanden is vannacht doelwit geweest van een explosie en brandstichting. Rond 00:30 vannacht werd de voordeur uit de gevel geblazen. En rond 6:00 vanmorgen werd er brand gesticht rondom het huis aan de Lange Dam. De bewoners bleven daarbij ongedeerd. Buurtbewoners reageren geschrokken. Wij zijn in de woonkamer geweest, een beetje naar de televisie gekeken. En plotseling was het zo luid. En we hebben gekeken, hebben gezegd, dat kan alleen maar een explosie zijn geweest. Verschillende buurtbewoners werden vannacht wakker van een luide knal. Sommigen geschrokken, sommigen wat minder geschrokken, maar geen van hen had dit in elk geval verwacht. Maar zoiets gebeurt toch niet in Zoutelanden? Het is een beetje angstinjagend, omdat hier zo een geweldig daad gebeurt. En ja, ik hoop dat dat alleen maar één keer nu was. De explosie in Zoutelanden is niet de eerste op Walcheren. De afgelopen maanden waren er onder meer explosies in Oost-Soeburg en Middelburg. Of deze incidenten met elkaar te maken hebben, is niet bekend. De politie wil in verband met het onderzoek niet veel zeggen over deze incidenten. Van alle Zeeuwse gemeenten zijn de zorgkosten in de gemeente Hulst het sterkst gestegen. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek van zorginformatiecentrum Vectis. Die hebben gekeken naar hoeveel zorg er is gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Daaruit blijkt dat er in 2022 in Hulst 54% meer is gedeclareerd in vergelijking met 2011. In de gemeente Rijmerswaal is de stijging het minst. Daar stegen de zorgkosten met 36%. Volgens het onderzoeksbureau is vergrijzing niet de oorzaak van deze stijging, maar is het een gevolg van ongelijkheid in welvaart en opleidingsniveau. Bij een ongeluk op de N61 bij Biervliet zijn 3 mensen gewond geraakt. De auto belandde gisteravond door nog onbekende oorzaak in de berm, sloeg over de kop en kwam in een naastgelegen greppel tot stilstand. De gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is nog niks bekendgemaakt. En in het centrum van Goes is gisteravond een deel van de Wijngaardstraat afgezet nadat er meerdere bakstenen uit een gevel op straat waren gevallen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Hoe het kan dat de stenen loslieten en naar beneden vielen is nog niet duidelijk en wordt nog onderzocht. In Groede is een bunkerdorp uit de Tweede Wereldoorlog. En een paar keer per jaar kun je daar een rondleiding krijgen. Ook vandaag. En misschien wel bijzonder, want we zitten in de tijd van 80 jaar bevrijding. De Duitsers kwamen in 1940 hier. In Groede wonen 300 mensen toen. Er waren wat boeren in de omgeving. Voor die Duitsers was dat niet zo nodig om een groot leger hier neer te zetten. Ze lieten kleine groepjes achter om de zaak te controleren. En dat noemden ze Widerstandsnesten. Het is een bijzondere plek en men heeft er ook iets bijzonders van gemaakt in de laatste tijd. Vanaf 2004, toen de geallieerden met vliegtuigen hier overkwamen. Toen dachten de Duitsers, dit moeten we een beetje verbergen. Ja. Hebben ze er een dorpje van gemaakt. Wil iemand even een lampje meenemen? Ja, ik vind het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Ook omdat hier een mooi stukje historie toch bewaard is gebleven. En je krijgt denk ik een goede indruk wat de Duitsers hier hebben willen doen in de Tweede Wereldoorlog. Dus, ja. Mensen komen van allerlei richtingen hier naartoe. En wat mij de eerste jaren vooral bevreemde, veel Duitsers. En ik dacht, hoe moet ik dat nou vertellen? Toen heb ik het op een zeker moment rechtstreeks gevraagd. Ik zeg, vinden jullie dat nou vervelend dat ik dat... Nee, het is voor ons ook geschiedenis. We willen ook graag weten hoe dat gegaan is. Ook in oktober zijn er nog rondleidingen, 4 stuks en de eerste op woensdag 9 oktober. Hoek in de witte shirts tegen Una uit Veldhoven. Hoek is de trotse koploper van de derde divisie en krijgt de eerste kans van de wedstrijd Giovanni Delanois. Maar net voorlangs. Goede kans in die openingsfase van Hoek. En hier zijn de bezoekers uit Veldhoven, getraind door de Middelburgse trainer Juriaan van Poelje. Het is een goede redding van Murray, komt de bal hier bij Brian Bogers. En die bal valt binnen. En dan staat de ploeg uit Brabant op voorsprong op Sportpark Den Hoek. En wat brengt Hoek dan? Dit is Hagen met een voorzet bij Hebbeling, tweede paal. Maar Hebbeling kan die bal niet binnen tikken. Maar er is nog een tweede helft. Hier een bal in de richting van Jardel Constantia. Ingevallen, Constantia. Lange hoek.
Maar uitstekende redding van de UNA-doelman. Maar ook een goede poging van Constantia. En gaat Gerard de Nooy dan de eerste nederlaag van de competitie leiden? Dit is de slotfase met Silvio Hagen. Overtreding. En wat doet Hagen daar? Hij slaat Smijns in zijn gezicht. En rommelt dan nog een beetje na. En dan past er maar één straf. En dat is een rode kaart voor hoekaanvaller Silvio Hagen. Hoek in de slotfase verder met 10. Komt er nog één mogelijkheid. Wantos met de voorzet. Komt de bal hier bij Peric. Die gaat er niet in. Dan is het Pengel en die gaat over. Nee, Hoek vliegt met 0-1 van UNA. We hadden vandaag te maken met een noordwestelijke wind waarin onstabiele polaire lucht werd aangevoerd. En dat betekende dat die lucht onstabiel was. En daardoor hadden we te maken met stapelwolken, buien en soms ook af en toe even de zon tussendoor. Het was aan de koude kant met temperaturen van 13 tot 15 graden. En dat kwam door die matige tot vrij krachtige noordwestenwind. We zien wel dat het vanavond droog zal blijven en ook vannacht met enkele opklaringen bij een zwakke tot soms matige wind uit een zuidelijke richting en een afkoeling naar 7 tot 11 graden. En ook morgen blijft het droog met meer zon dan vandaag en af en toe enkele stapelwolken. Bij een matige zuidoostenwind komen de temperaturen te liggen rond 15 à 16 graden. Nog steeds wat te koel voor deze tijd van het jaar, want we mogen normaal rekenen op ongeveer 17 of 18 graden. Na dit weekend volgt er licht wisselvallig weer en krijgen we meer bewolking en af en toe wat regen, vooral op maandag. Later in de week, vanaf woensdag, wordt het geleidelijk weer wat droger. Dit was Zeeland Nu van deze zaterdag. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus heel graag tot zometeen.